Zolang wij als mensen bestaan, pulken, krassen, snijden en gutsen we in van alles en nog wat om ons heen. Ter decoratie, om te turven, om een verhaal te vertellen of uit pure verveling. Als je daar een afdruk van maakt, dan spreek je ook wel van grafiek. Sinds de opkomst van digitale printtechnieken is er ook een herwaardering voor de meer ambachtelijke grafische technieken. Denk daarbij aan etsen, houtdrukken of zeefdrukken. Deze technieken werden van oudsher vooral gebruikt om kunst voor een groter publiek beschikbaar te maken. Maar daarnaast bieden deze druktechnieken natuurlijk ook de mogelijkheid om je op nieuwe manieren uit te drukken. Kunstpunt heeft een grote collectie grafieken in de Kunstuitleen. Maar hoe kun je die verschillende grafieken eigenlijk herkennen? Daarom ben ik vandaag op de Kunstacademie Minerva om kort wat te vertellen over deze technieken. Houtsneders en linosneders zijn vaak herkenbaar aan de strakke gutslijnen. Omdat het met deze techniek minder voor de hand ligt te verfijnen, zie je dat er vaak meer wordt gestileerd en met effen kleurvakken en expressieve lijnen wordt gewerkt. Deze hele grote stempel wordt vervolgens ingerold met inkt en samen met papier onder de pers doorgehaald. Houtblokken werden al gebruikt in het oude Egypte om textiel mee te bedrukken. En pas in de middeleeuwen werd het ook gebruikt om speelkaarten en bijvoorbeeld devotieprenten mee te drukken. De ontdekking van de Aziatische drukkunst in het Westen heeft een enorme invloed gehad op onze kunstgeschiedenis. Het verhaal gaat namelijk dat de impressionisten het per toeval tegenkwamen omdat Chinees porselein in misdrukken werden ingepakt. Ze wisten werkelijk niet wat ze zagen. Zoveel kleur en zo'n heldere vlakverdeling en krachtige lijnvoering. De techniek kwam daarbij ook nog eens als geroepen, want ondertussen was de fotografie in opkomst dat in het zuiver uitbeelden van de wereld sneller en efficiënter was, maar vaak ook wat saaier en zwart-wit. Inmiddels zijn we alweer een paar eeuw verder en wordt er door kunstenaars stevig geëxperimenteerd. En zo zie je bijvoorbeeld geregeld dat de houtnerf onderdeel wordt van de compositie of wordt het gegutste hout niet eens meer afgedrukt, maar zelf tentoongesteld. Zo, dat waren houtdrukken en lino's. We gaan door naar een andere werkplaats. De etstechniek maakt het mogelijk om vergeleken met andere grafische technieken zeer verfijnd te werken. Bij een ets wordt er namelijk een dunne waslaag op een koper- of zinkplaat aangebracht en de tekening wordt dan vervolgens gemaakt door was weg te krassen, waarna het geheel in een zuurband wordt gedompeld. En daar waar het was is weggekrast, kan zuur groefjes maken in de plaat en bij het inrollen en vervolgens afslaan van de inkt blijft er alleen nog inkt in de groefjes zitten. En die worden vervolgens door de pers afgedrukt. Doordat de etsnaald minder diep gaat, zoals bij bijvoorbeeld een lino of een houtdruk, kan een kunstenaar meer vrije lijnen creëren, met buitengewoon veel detail. En om deze reden wordt hetzelfde principe ook toegepast door chipfabrikanten. Je kunt dus een ets herkennen door zeer verfijnde lijnen. En daarom is het een ideale techniek om mee te arceren, waardoor je met veel grijstinten kunt werken. In mijn academietijd was etsen een metafoor voor prutsen. Als iemand veel te veel aandacht besteedde aan kleine details, dan zeiden we, mijn god, wat ben jij een etser. Rembrandt, zeker geen prutser, maar wel degelijk een etser, was dol op de mogelijkheden om een wereld aan grijstinten te creëren. In wolken en in schaduwpartijen. Ik heb de smaak te pakken en ga ook nog even naar de andere werkplaatsen. Ga je met me mee? Vanuit het Grieks vertaald is lithografie letterlijk steen graveren. Door grafijn zou je mogelijk kunnen gaan denken dat de steen wordt gegraveerd, maar dat is meestal niet het geval. Lithografie is een vlakdruktechniek, zonder hoge of lage delen. De kalksteen wordt geslepen en ontvet, waarna de kunstenaar een tekening maakt met verschillende soorten vetkrijt of inkt dat in de poriën van de steen gaat zitten. En met terpentine wordt vervolgens de steen schoon gepoetst. Door de steen nat te maken, stoten de vette gedeelten het water af en hecht de inkt zich alleen aan de plekken waar is getekend. En dat is hetgeen wat wordt afgedrukt. Een litho kun je herkennen door veel al fluweelzachte verlopen van grijstonen. Vroeger werden litho's vooral gebruikt om actuele gebeurtenissen te illustreren of bijvoorbeeld om toneelstukken, bladmuziek, landkaarten te vermenigvuldigen. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt door kunstenaars die tot een eindproduct willen komen wat digitaal niet mogelijk is om te produceren.
Want de techniek creëert een noodzaak om in dialoog te gaan met je materiaal. En je te laten sturen door de beperkingen van de techniek en je eigen vaardigheden. Daarbij kunnen kleine ongeplande gebeurtenissen de maker ook op nieuwe ideeën brengen. Zo, dat was Lito. We gaan door naar een andere werkplaats. Ook de zeefdruk wordt vaak genoemd als een onderdeel van de grafische technieken, terwijl er niet bepaald sprake is van graveren. Het zal hier vaak bij geclusterd worden omdat het net als andere technieken het mogelijk maakt om bestaande of nieuwe afbeeldingen te produceren en reproduceren. In de jaren 50-60 is de drukmethode vooral in opkomst in de mode- en reclameindustrie. Voordeel van zeefdrukken is dat je met een veeltal van verschillende soorten dekkende inkt kunt werken, waardoor je ook op verschillende ondergronden kunt drukken. Denk daarbij onder andere aan stof, kunststof, glas of metaal. Een zeefdruk kun je onder andere herkennen aan een duidelijk zichtbaar raster, oftewel het fijne patroon waarmee de inkt op het papier is gedrukt. En dat verklapt eigenlijk ook al hoe het is gemaakt. De zeef is feitelijk een stuk gaas over een raamwerk gespannen en bevat een lichtgevoelige emulsie dat werkt als een schabloon. Door een gedeelte van die emulsie te belichten is het mogelijk een gedeelte met water weg te spoelen, waardoor de illustratie overblijft en met een rakel wordt vervolgens de inkt door de zeef heen geduwd. In de pop art wordt deze techniek in de context van de beeldende kunst enigszins ironisch gebruikt, omdat dezelfde methode ook wordt gebruikt in massaproductie van onder andere verpakkingsmateriaal. Zo wordt op metaniveau onderzocht wat voor waarde we eigenlijk hechten aan originaliteit en authenticiteit. Zo, dit waren een paar traditionele grafische technieken. Jij bent nu vast het verschil te herkennen.